De Engie Energiecentrale wordt langzamerhand steeds verder ontmanteld. Het hoofdgebouw en de onmiskenbare schoorsteen staan er nog, maar de verschillende silo's en bijgebouwen zijn zo goed als weg. De beschilderde bouwwerken zijn eerder in de maand november zonder plichtplegingen tegen de vlakte gegaan. De voormalige kolencentrale sloot in 2015 om plaats te maken voor een milieuvriendelijker alternatief. Er komt een terrein waar alleen nog maar op groene wijze energie opgewekt gaat worden, toepasselijk genaamd de Groene Delta. Het terrein zal een bastion van milieuvriendelijkheid worden. Met voetbalvelden aan zonnepanelen en 2 windturbines zal Nijmegen voorzien worden van groene stroom. Op een grote zwik zonnepanelen na is er op dit moment nog weinig te zien van de ambitieuze plannen. Eerst zal de beschilderde sigaar langs het hoofdgebouw afgebroken moeten worden. Net als de talloze buizen en constructies waarvan de functie alleen nog maar te gokken valt. Wanneer het zover is, zal de schoorsteen van bovenaf in stukken ontmanteld worden.